Deze paasmorgen is het heerlijk ontwaken met de vrouw wier stem en gulheid velen gelukkig maakt. Fijn dat je er bent. Dankjewel. De verwondering met Francis van Broekhuizen. Wat heerlijk dat je er bent, ja, Francis. Dat vind ik dus ook. Ja, ik vind het zo bijzonder om hier tussen al die bomen te zitten ineens. Ineens is het Pasen. Ja. Ja. Weet je, het is zo grappig. Als ik jou op tv zie, word ik al blij. Nu zie ik jou in levende lijven en jij doet mijn hart opspringen. Oh, wat leuk. Is dat bewust? Denk jij, ik ga de mensheid blij maken? Nou, ik ben zelf heel erg vrolijk van gemoed, zeg ik altijd. En ik denk dat als je dat uitstraalt, dat mensen daar een tikje van mee kunnen krijgen. En ik vind het ook echt leuk om hier te zijn. Dus misschien voel jij dat meteen aan. En ik probeer ook eigenlijk bij mensen altijd, of dan zie ik meestal het meest positieve als eerste ook. Dus, en dat roep ik dan ook meteen vaak. Dan zeg ik, oh, wat zie je er goed uit? Of wat heb je leuk haar? En dat maakt iedereen gelijk vrolijker, denk ik. Ja, ik weet het niet. Nou ben je ook heel gul, want in deze coronatijd trakteer jij ons op Facebook iedere dag op een liedje. Of een heel mooi lied, een klassiek lied. Ja. Of het kan alles zijn. Ja, het kan van alles zijn, ja. Het grappige is, toen ik jou de eerste keer zag doen, dacht ik, jij lijkt Maria van Magdalena wel. Deed die dat ook? Nee, maar die zag Jezus als eerste toen hij opgestaan was. Ja, dat vind ik zo heerlijk. Ja, dat zij als eerste het zag. Mijn moeder die zegt dat altijd al. En we zingen met Pasen, zingen wij in de katholieke kerk altijd Victime Paschali Laudes. Victime Paschali Laudes, Immolent Christiani. En verderop in dat stuk staat er Dic Nobis Maria, Quid Vidis in Via. Zeg eens Maria, wie zag jij? Oh. En dan zegt zij, ik zag de Heer verrezen. Alleluia. En dat vind ik zo leuk, dat dus een vrouw hem als eerste verrezen heeft gezien. Want al die kerels, al die apostelen, die zaten bang ergens achter een deur verscholen. Hey, maar weet je wat ik me bij jou afvraag? Waaruit put jij toch die kracht of die levenskracht? Ik denk vanuit mijn hele goede familie. Ik heb een hele lieve familie altijd gehad. En ook de muziek, daar haal ik ontzettend veel plezier uit. En als ik zing, dat merk ik dus nu ook in die coronatijd, als ik me niet helemaal lekker voel en ik ga zingen, daarna voel ik me gelijk opgelift. Wanneer ontdekte je dat trouwens? Dat zingen? Ja. We hadden al een familiekoor toen ik 12 was, maar toen zong ik nog een beetje als een kind, niet super mooi. Mijn vader zong altijd als hobby. En toen bleek ik dus die stem van mijn vader te hebben eigenlijk, maar dan in meisjesvorm. Maar hoe oud was je toen? 15. 15 jaar, ja. En ik heb begrepen dat je vroeger gepest werd? Ja, op de lagere school ben ik heel erg gepest, ja. En hoe ging dat dan? Waarom? Waarom? Dat weet je eigenlijk niet, maar ik kwam op in een klas terecht waar een aantal jongens waren. Ik wilde altijd bij de jongens spelen, dus voetballen. Ik was een beetje stoer. En die jongens die lieten dat dan soms toe en soms niet. Maar er was één jongen die elke dag wel zei dat ik lelijk was. Of dat ik stom was. En als je dat elke dag hoort, dan ga je dat op een gegeven moment toch wel een beetje geloven. Dat dat zo is. En soms kreeg ik ook ineens uit het niets een stomp. Of kreeg je een klap in je gezicht. Of dat soort dingen. En dat was heel gek. En dat maakte mij dat ik dacht van ja, ik ben ook stom. En ik ging me ook onderdanig gedragen daardoor. Want ik wilde eigenlijk wel toch vrienden hebben. Dus ik ging soms Rijksdaalders geven of ze maar met me wilden spelen ergens. Dat is eigenlijk een beetje sneu. Ja. En dat onderdanige maakt je natuurlijk helemaal niet aantrekkelijk, denk ik. Weet ik niet. Dus dat bleef maar gaan. En toen ik naar de middelbare school ging en ik gewoon VWO-advies had gekregen en ik weer in dezelfde soort klas terechtkwam, wat was in hetzelfde dorp in Wassenaar, met diezelfde jongen, toen zakte ik eigenlijk op school in mijn prestatie steeds meer af naar MAVO-niveau.
Maar dat is mijn geluk geweest. Want toen ging ik naar de MAVO. Wat ik wel goed kon, want ik was niet helemaal achterlijk. En ik kwam in een hele andere klas terecht. En ik merkte dat als ik me opstelde met een beetje humor, dat mensen me nog steeds wel raar vonden. Maar dat ze ook om me moesten lachen in plaats van dat ze me uit gingen lachen. Maar het is grappig, want blijkbaar is humor een instrument geworden. Ja, ja. Wat je echt kan inzetten. Ja. En schoonheid of kunst. Ja, zingen. Vooral dat zingen. Want dat zingen was ineens iets wat ik liet horen. En dat was zo anders dan gewoon waar we naar luisterden. En dat ik dat ook ineens kon. Want ik kon het ook eigenlijk best wel snel redelijk goed. Ik moest natuurlijk wel veel zangles krijgen en zo. Maar ik had echt zo dat talent dat ik al... Dat het zo klonk. Ja, ik vind het zo heerlijk. Ja. Ja. En dat was... Iedereen die dacht, hè? En dat werd ineens gezien als een voordeel. In plaats van... Wel gek ook. Oh, wat een gek type. Maar leuk gek. Maar in hoeverre is, zeg maar, jouw humor, ook die we op tv zien, ook een wapen? Dat je denkt... Dat is in het begin, denk ik, heel erg een wapen geweest. Want als je... Ik hield ook heel erg van Brigitte Kaandorp, nog steeds. Oh, ja. Brigitte Kaandorp is voor mij een soort idool. Want wat die doet en deed, is ook zelfspot. Ja. Die ging nog in een gekkere jurk lopen van haar moeder. En dat herkende ik heel sterk. Dus als je zelf al zegt... Moet je mij nou eens zien? Ik lijk op Maria Callas in 1949, namelijk 100 kilo. Oh. Dan kan een ander het al niet meer voor jou zeggen. Dus dan heb je eigenlijk het gras voor die voeten van die ander al weggemaaid. Maar is het dan niet gevaarlijk dat je zelf in dat masker gaat geloven? Nou, laat ik het even bij mezelf houden. Toen ik jou op Facebook die liedjes zag doen... Toen trof mij het maskerloze aan je. Dat je zo kwetsbaar ineens was. Ja, omdat ik nu op dit moment, nu ik ouder ben en ik ben nu eigenlijk veel zekerder dan ik was. Omdat ik heb een heel lieve vrouw gevonden. Ik heb nog steeds die hele leuke familie om me heen. Ik heb succes in mijn werk. Door de tv krijg ik de hele dag te horen hoe leuk ik eruit zie. Dat is voor mij helemaal een soort nieuw. Ja. Maar wel, ik neem het meteen aan. En ik zie mezelf natuurlijk ook terug. En dan denk ik, nou... Valt eigenlijk wel heel erg mee. En doordat ik dus rustiger in mezelf ben geworden en zekerder... en eigenlijk ook, omdat ik natuurlijk al wel 15 jaar een performer ben... professioneel en daar heel veel van heb geleerd... vind ik het niet erg om mezelf onopgemaakt te laten zien. Want zo ben ik ook gewoon. Want ik heb altijd zoveel verschillende kanten. En daarom ben ik ook zo blij dat ik hier bij jou een keer mag zitten. Want meestal zien die mensen mij natuurlijk allemaal... haha, wat is zij toch geinig en zo. Maar ik heb nog zoveel meer te bieden. Sterker nog, er zijn niet zoveel mensen die weten dat jij een heel vroom gietje bent. Nee, dat weten niet veel mensen. Behalve de mensen die mij goed kennen. Die weten dat ik heel katholiekerig ben. En vroeger was ik heel devoot zelfs, ja. Ik wilde ook het klooster eigenlijk in jarenlang, ja. En waarom? Waartoe? Ik heb 9 jaar lang als klein meisje was ik misdienaar bij de Zusters Penitente der Eenheid. En dan diende ik 3 keer in de week de mis. En dan was ik van mijn 7e tot mijn 15e. En dat waren hele lieve zusters. En dat kloosterleven, dat gaf zo'n lieve indruk aan mij. En ook die missen, dat waren missen zonder preek. Ik weet, jij komt uit misschien de achtergrond waar veel wordt gesproken. Ja, juist. Ja. En bij ons was het veel meer de rituelen. En want het was een half uurtje voordat ik naar school ging, 7:45 tot 7:45. Dus het ging eigenlijk alleen om de mis. Ja. Met muziek en de misdelen. Dus de riten waren belangrijk. En dat is heel theatraal ook. En ik was dan echt, ik had net mijn communie gedaan. Dus ik was helemaal, geloofde ik ook nog in alles zo heel sterk. En 3 keer in de week in dat klooster, ja, was voor mij het walhalla. Dus ik wilde eigenlijk ook bij die vrouwen gaan wonen. Want het was gewoon heerlijk. Zuster Eleonora en zuster Bonifatia waren zulke schatten van vrouwen. Die ook heel reëel waren. Ze waren niet zweverig of zo, helemaal niet. Zuster Eleonora leerde mij ook dat je nooit je geloof moest opleggen op anderen. Mm-hmm. En zij zei altijd, ik hou niet van mensen die God in hun zak hebben zitten. Oh ja. En dat vond ik, dat heb ik altijd onthouden. En dat is ook... Kijk, je mag van mij alles geloven, maar je mag het nooit... Ik mag nooit zeggen, jij moet nu van mij Lourdes leuk vinden. Ja, want hier staat het heilige water. Ja. Hoe vaak ben jij nu in Lourdes geweest? Ik ben 15 jaar gegaan
En soms twee keer in het jaar, want nu zitten we in coronavirustijd, maar het Lourdesvirus, dat kan je ook erg bevangen, moet ik zeggen. En de eerste keer dat ik ging, dacht ik, dat is helemaal wat voor mij. Dat is ook uiteindelijk zo gebleken. Maar de eerste 3 dagen dacht ik, oh, ik heb een fout gemaakt. Dit is helemaal niks. Dit is te veel van mij, van het goede. Die mensheid daar. En iedereen die aan die rots hangt. En ik denk, oh nee, ik ben toch te Calvinistisch ineens. Oh ja. Ik ben ineens zo Hollands. Ik dacht, dat ga ik zo in. Maar het was heel overweldigend. Al 60.000 mensen lopen daar op die heiligdommen. Heel veel zieke mensen natuurlijk. Ja. Die help je dan. Die rijden van mis, naar grot, naar lichtprocessie, naar sacramentsprocessie. En al die mensen die daar rondlopen hebben ook dat hele blije. Er zitten ook etters tussen hoor, dat hou je altijd. Maar die hebben dat hele blije, want iedereen is blij dat die kan helpen. En dat was in het begin, dacht ik, het komt me te dichtbij. Maar na 3 dagen, toen ik 2 dames, ze heten allebei Kitty, in hun rolstoel met een van mijn medevrijwilligers, die mij dan ook moest helpen, want ik was nieuw, moesten we door de grot rijden. Want dan kan je dus als gehandicapte, heb je voorrang. Want je hebt daar altijd voorrang als gehandicapte. Ze hebben ook rode banen op de grond geschilderd in het stadje. Dat die hebben altijd voorrang. Dus als jij met bed en al naar een kroeg wil in de stad, dat kan. En dan moeten alle auto's stoppen als die rijden. Dus soms sta je een uur te wachten, want dan zijn er rijen met rolstoelen bezig om de stad in te gaan. Maar wij liepen dus naar die grot. En dan heb je altijd dat je langs de bron loopt, de grot in. Dan raakt iedereen die grot aan. Rot, hè? Petrus eigenlijk heeft dat ook mee te maken. Mm-hmm. En dan loop je langs en dan kom je er weer uit. En dan zie je even in die nis, daarboven, zie je het beeld van de Heilige Maagd staan. Waar zo gezegd Maria is verschenen aan Bernadette. En toen die mensen daarin gingen en ik daar achteraan liep, toen kwam er een aanwezigheid over me heen. En ik heb dat de eerste jaren ook niet kunnen vertellen zonder dat ik ontroerd raakte. En toen had ik ineens voelde ik volledige overgave aan die plek en aan die mensen en aan mijn geloof. En dat was heel, als ik eraan terugdenk, moet ik niet te veel denken, want dan pakt het me weer eigenlijk. Want dat was zo bijzonder om die mensen ook te voelen dat ze hun narigheid daar bij Maria konden neerleggen. En die mensen hebben mij dus in laten zien, dat komt dus door mensen, dat het echt, voor mij heeft ze daar echt gestaan. Is ze daar echt verschenen, ja. En wat raakt je dan? Ook dat je jezelf daar kan neerleggen? Of je eigen masker, je zorgen? Ja, dat je inderdaad, dat er iets is, iemand is, Maria, onze lieve Heer, Jezus, je moeder, maakt eigenlijk niet uit, maar iets groter dan jezelf die je kan opvangen. Prachtig. Ja. Nu heb jij een tekst meegenomen die ook van een non is, hè? Ja. Eigenlijk. Ja, ik heb iets met nonnen. Ik ook trouwens. Oh ja, hoe komt dat? Weet ik niet. Er zit ook een non in mij, maar ook een hele andere kant. Maar ja, heerlijk, hè? Ja. Dat devote. Jij bedoelt de moederoverste uit The Sound of Music. Ja. Ja. Vertel eens. Ja, kijk, The Sound of Music is sinds mijn 5e. Mijn vader nam dat mee op de videoband vanuit de videotheek. En die zei, sis, ga zitten. Dit is een film voor jou. En dat klopte helemaal. Ik heb hem sindsdien ook niet gelogen, denk ik, meer dan 100 keer bekeken. En eerst was ik helemaal gek op Maria von Trapp natuurlijk. Ja. Wilde ik Maria zijn. Maar naarmate ik ouder werd, schoof mijn aandacht altijd meer naar Moeder Overste. Omdat Moeder Overste, dat zeg ik ook altijd in mijn shows, die is echt, die heeft iets wijs. En die zegt dan allemaal van die spreuken. Hè? Als God ergens een deur dicht doet, doet hij ergens anders een raampje open. Maar vooral aan het eind, als Maria en de kapitein en de kinderen moeten vluchten voor de nazi's, dan gaan ze zich nog 1 keer verstoppen in het klooster achter die hekken die ze op slot doen. En dan komen die naties met lampen en dat is dan een heel spannend moment. Maar dan zegt moeder overste altijd even nog, voordat ze dan weggaan om over de bergen te vluchten. Want zij weet dan waar je ook heen moet vluchten. Dat weet moeder overste dan ook. Die weet dingen. Ik kijk naar de berg, ik sla mijn ogen op naar u. Van waar zal mijn hulp komen? En ik wist helemaal niet dat het een psalm was. En elke keer als moeder over ze dat zegt, schiet ik vol. Ook weer. Zegt ze het of zingt ze het? Nee, ze zegt het daar. Dat is zo mooi, want ze zingt Climb Every Mountain.
Hoe gaat dat ook weer? Climb every mountain, search high and low. Ik zing dat ook heel graag. Ja, ik voel me dan ook net moeder ook. Ja, maar dat word je ook natuurlijk, hè? Een beetje. Hey, maar jij hebt het, hè, geloof ja, ik. Dat is Psalm 121. Wil ik het helemaal zeggen? Ik hoop dat jij dat wil, ja. Ja, nee, ik wil het. Nee, maar mag dat ook? Oh ja, voor het programma. Dat zeg ik graag. Want ze willen vaak op tv dat het snel gaat. Ja, hier niet, hoor. Oh, gelukkig. Het heet ook, dat vind ik ook zo mooi, het is dus een bedevaartslied. Dat is toch ook weer toevallig? Ja, inderdaad. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken en bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid. Mooi, hè? Ja. Maar mooi. Wat zeggen die woorden jou? Ja, ook weer dat we op reis zijn. He, misschien een bedevaart, maar dat klinkt dan vaak voor mensen zo zwaar. Ook als ik tegen mensen zeg, ik ga op bedevaart of ik ben op bedevaart. Dan zie je ze allemaal schrikken. Want dat is natuurlijk te heilig. He. Dat mag allemaal tegenwoordig niet meer zo. Je moet eigenlijk moet nu allemaal mindful zijn. He. Ja, ja. Maar mindful is hetzelfde als zingen. Het is ademen, ja. Het is mediteren, het is... Wees gegroetjes bidden of een psalm lezen. En het zegt me dat de Heer of dat iets groters dan onszelf ons opvangt eigenlijk. Of dat je niet bang hoeft te zijn, terwijl je dat toch wel bent hoor. Ook heel vaak ben ik ook wel zenuwachtig of denk ik, oh als je nou dood moet gaan. Ik ben vooral bang voor mijn ouders, die wil ik nooit kwijt. Mm-hmm. Die zijn er nog steeds, godezijdank. En ik ben nu al bang voordat ik die moet gaan missen. Dat is eigenlijk mijn grootste angst. Want neem nou deze crisis, hè? Je zit thuis. Ja. Dat je kan denken, ik ben alleen en ik verbind me door deze mooie muziek die ik geef. Maar, maar tegelijkertijd zit er ook iets van het kloosterleven in. Hè? Van alles is vertraagd, de wereld is stilgevallen, er zijn nu geen vliegtuigen. Heerlijk. Het heeft dat ook kloosterleven is inderdaad wat jij zegt. Je krijgt een nieuw ritme. Ja. En je wordt eigenlijk teruggeworpen op stilte. En ik ben ook wel eens op retraite geweest in het klooster Westmalle, waar dat bier vandaan komt. En dat is heel... dan zeggen mensen, kan jij dat? Omdat ik altijd heel druk ben. En inderdaad, de eerste paar uren moet ik helemaal... dan zing ik ook nog te hard. Dan zie je die broeders in de dienst ineens zo als een stokstaartje omhoog. Want dan zing ik te hard. Niet voor me. Dan zing ik die psalmen te hard mee van Ida Gerhard. Prachtige vertalingen. En dan denk ik, oh nee, ik moet iets zachter. En dan doe ik die hele dag mee, die dagorde. En daar zit heel veel stilte tussen. En dan kan je dus helemaal terug naar nul. En dan ben ik dus helemaal rustig. We verstillen. Je hebt het over mindfulness. Nou, het is een soort mindfulness die de hele wereld ineens overdekt. Wat heeft deze tijd jou te zeggen? Dat we eigenlijk niet zo heel veel nodig hebben. Ja, hè? Dat je dus eenvoud niet... ook. Ja, je hoeft niet eigenlijk de hele dag te reizen naar Thailand of naar Bali. Dus we hoeven misschien niet eens zoveel te vliegen. We hoeven misschien niet... waar ik neiging toe heb, is gadgets kopen. Hè? Dus iPhones, iPads, nou wil ik weer zo'n horloge. En elke keer denk ik, ik wil dat bestellen. Maar waarom heb je dat nodig eigenlijk? Je komt ineens tot een soort basisidee van dat we vergankelijk zijn. Eigenlijk, we zijn maar een stip in het heelal en op de aarde. Die ineens ook weg kunnen zijn. En het feit dat we vergankelijk zijn, dat we kwetsbaar zijn en dat we het niet weten. Is dat voor jou een troost? Of denk je toch zoals in deze psalm, waar komt mijn toevlucht vandaan? Waar moet ik het zoeken? Ik merk bij mezelf dat... omdat ik nu een beetje een publiek persoon ben geworden, dat ik vind dat als ik overal ben, dat ik toch moet troosten. Ja, moet oogsten. Ja, want
Wat je ook merkt is dat nu volwassenen het ook niet weten. Ja. Maar eigenlijk moet je juist die angst omarmen om zo andere mensen te laten zien dat ze niet, dat ze niet alleen zijn, ja, in die kwetsbaarheid. Dat is volgens mij wel een drijfveer bij jou, hè? Mensen laten zien je bent niet alleen. Nee, want ik vind namelijk alleen zijn denk ik het engste zelf wat er is. Maar heeft dat te maken met dat je zelf als kind geboelied werd? Denk het wel, ja. Dus ja, dan weet je wat het is en dat wil je een ander besparen. Wil ik dat besparen, ja. Ja, want ik heb wel kracht gekregen door allerlei omstandigheden. Door mijn familie heb ik altijd geleerd dat het anders was. En dat ik niet een gek kind was. Dus ik heb eigenlijk een hele goede basic security meegekregen van huis uit. En ik wil graag dat met andere mensen delen. Is dat ook opstanding? Het is Pasen. Er wordt eerst gevallen voordat je kan opstaan, hè? Ja. Jezus is echt tot het uiterste gegaan. Eng, hè? Ja. Ja, dat was wel heel eng. Maar dat is het wel. Je moet door vallen leren weer op te staan. En door incasseren kan je sterker worden. Ligt misschien ook een beetje aan karakter. Sommige mensen hebben daar meer moeite mee. En die mensen die dus meer moeite hebben, die kan je misschien tools geven. Dus mensen die dat wel kunnen, die moeten die mensen die moeite hebben een beetje tools kunnen geven om dat te leren. Zo, noem eens wat, zo'n instrument? Ja, bijvoorbeeld als iemand somber is, of dan kan ik dus door mijn vrolijkheid misschien iets anders laten zien, waardoor die ander misschien even uit die somberheid getrokken wordt. Of als iemand bij mij op les komt, ik geef ook zangles. Vaak denken mensen in eerste instantie dat wat ze doen niet goed is. Dat is eigenlijk altijd onze eerste insteek. Ja. En wat ik altijd probeer te zeggen is, nee, we gaan juist kijken naar wat je wel goed doet. Ja. En dan gaan we daarna wel eens kijken wat er verkeerd is. Dat is heerlijk. Dus je ook de eigenheid van iemand zoeken. Eigenlijk, daar gaat het altijd om. Zeker in overbrengen van wat je wil leren aan iemand, is eigenlijk bij de mensen eruit trekken waar hun kracht zit. En ik weet zeker dat ik dat talent bezit, dat ik zie in iemand waar zijn sterke punten zit en die kan ik er meteen uittrekken. Maar het is wonderlijk, jij deed net één zinnetje, climb every mountain, en dat troost mij meteen. Ik bedoel, het is ook een soort van, ja, dat gaan we doen. We gaan lekker zingen. We gaan die berg beklimmen. Ja, het schelen. Ja. Maar dat zit hem in de tekst, dat zit hem in de muziek die heel goed is van Rodgers en Hammerstein. Dat is echt fantastische muziek. You Never Walk Alone, ja, is ook van hen. En nou ja, het is niet voor niks dat hele voetbalvelden dat vol zingen. Want dat is zo'n krachtige muziek en tekst. Waar iedereen meteen iets in herkent. Ja, en herkenning, daar zit hem volgens mij ook steeds een punt. Het is ook mysterieus, hè? Want je wist niet dat je het zou herkennen, maar je hoort het en je herkent het. Ja. Ja. En het is Pasen, het is inderdaad een paastekst, hè? Zo, laten we opstaan, Ja. Wat raad je ons aan deze dagen? Is Pasen. Bij Pasen. Ja, Pasen is voor mij altijd toch nog een belangrijker feest dan Kerstmis. In mijn eigen diepe denken. Omdat het in ons christelijk geloof daarom draait. He, dus als Jezus wordt geboren is leuk, he, dan weten we dat het gaat beginnen. Maar dat hij verrijst en dat er dus nieuw leven komt nadat al het narigheid is geweest. En dat het eigenlijk toch weer kan beginnen. Daar kunnen mensen gewoon, daar moeten ze eigenlijk over nadenken. Want voor ons is nu deze coronatijd misschien, na dit diepe dal, kunnen we misschien een nieuwe start maken. Climb every mountain, search high and low, follow every rainbow, till you find your dream. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.